Zo, goedemorgen allemaal. Welkom op deze maandagochtend. We gaan gewoon weer lekker live op de maandagochtenden. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Zo. Goedemorgen, Kobi, Ria, Petra, gezellig dat jullie meekijken. Zouden jullie de live willen delen, zodat mensen gewoon de live makkelijk kunnen vinden? Zoals de meeste van jullie wel weten, is het best wel moeilijk om de live te vinden voor sommige mensen. En waardoor dat komt, ja, ik denk zelf echt een Facebook dingetje. Maar dat weten we natuurlijk nooit 100% zeker. Zo, nou ik wacht nog heel eventjes totdat er meer mensen ons gevonden hebben. Dan ga ik sowieso even laten zien wat ik ga gebruiken tijdens de live. Achter mijn live aan doet Jolanda met Joyce samen weer een tikkie. Waarin ze ook de spulletjes laat zien die ik gebruik. En die jullie dan eventueel in jullie tikkie mandje kunnen laten doen. Goedemorgen Chantal. Sjane. Annemiek zie ik, gezellig. Zo. Nou, ik ga laten zien waar ik allemaal mee ga werken vandaag. Ik ga in ieder geval die nieuwe build-up kitten van Dutch Doobadoo gebruiken. Die vind ik zelf zo leuk. En dan is daar een hele leuke mall collectibles van Marianne Design. Met allerlei leuke poesenspulletjes die ik daarbij gebruik. Zo, goedemorgen voor degenen die binnenvallen. Ja, Beta, echt voor mij, hè, poesen. Ik ben gek, echt toch gek op poesen en katten. Ja. En deze is zo leuk met allerlei leuke poesenitempjes. Nou, even kijken. Ik ga in ieder geval beginnen. Ik ga
de Dutch Blue Build-up kitten gebruiken. Op mijn kaartje ga ik 2 katjes maken. Ik heb ze wel al allemaal onderdelen al uitgeknipt, maar ik moet ze nog wel beinkten. Dus het uitknippen doe ik en tekenen doe ik vandaag niet. Maar ik ga het wel beinkten samen met jullie. En het gezichtje en zo erop tekenen. Dan is er een oudje in de Dutch Doobadoo collectie. Dat is deze. Miauw is dat. Of Miauw. M-E. En de poezenpoot staat voor de O. Miauw kan ook. En die heb ik erbij gebruikt. Ik dacht die beelden op kitten toen dat Jolanda die getekend had, ontworpen had. En toen moest ik meteen aan deze mal denken. Dus ik gauw gekeken of die er nog was. En hij is er nog. Echt heel leuk om die met elkaar te combineren. Nou, en dan natuurlijk die Eline's Collectibles. En dat is de Kool. Ik ga eventjes mijn brilletje opzetten, want dat kan ik niet lezen. 1486. Er zitten bolletjes wol in. Ook een poezenkussentje, een muisje, een vissenkom. En een voerbakje. En dit is van dat kattengras. Is ook heel leuk. Dus die ga ik gebruiken en ik ga van Craft Lab de tekst gefeliciteerd op mijn kaartje zetten. En het papier dat ik gebruik, dat is Zonnige Zomer van Bella Lulu. Ja, de bolletje wol is echt heel leuk, hè? Nou, ik wil jullie nog eventjes dat papier Zonnige Zomer laten zien. Want ik vind dit zulk mooi papier en ik denk ik ga het nog heel even laten zien. Prachtig papier met zonnebloemen. Nou, onder andere zit daarin deze met die mooie rand. Met dat houtstructuur. Aan de achterkant zit dan een wafeltjespatroon. Een rood-wit zigzagje. En een hele leuke met een leuk varkentje. Wat elementjes met zonnebloemen. Een houtstructuurtje met zonnebloemelementen. En een sterretje met bruin met wit. En hier nog een rood-wit dotje. Met wat zonnebloemelementen. Een notebookje met een mooie zonnebloemrand onderaan. Een bruin-wit stipje, ook weer met zonnebloemelementen in de hoeken. En aan de andere kant zit een all-over met zonnebloemenprint. Een ruitje, mag natuurlijk niet ontbreken. En nog weer een notebookje met weer wat zonnebloemelementen. Deze is natuurlijk ook super leuk met dat paarsje of ezeltje in de hoek. En die zonnebloem, en dat is een geel dotje. Er zit er ook nog een streepje in. Maar ja, het streepje heb ik best al veel gebruikt, dus heb ik nog een half velletje voor. En aan de andere kant zit deze leukert, die koe, met het poeskopse hoofd. Dan zitten er 2 vellen met labels in. Met allemaal leuke zomerteksten. Vakantieteksten en gewoon zomerzoen, weekendje weg. En neem vandaag een slipperdag, wat zit er nog meer op? IJsjes en barbecue. En aan de andere kant van de labels, daar zit dan nog weer een decemberpapier. Dit is een diagonaal streepje. En hier dan nog een vel met leuke labels. Alleen voor niets gaat de zon op. De zomer in de bol. De zon in zee zien zakken. Allemaal leuke teksten. En aan de andere kant zit dan deze gelige crunchy decemberpapier. Oh, ligt op zijn kop. En dan zitten er 2 vellen in met allemaal leuke plaatjes. De ezeltjes, een klein kalfje, biggetje of varkentje. Allemaal leuke zonnebloemelementen. De ton vind ik zelf ook altijd heel leuk. En aan deze kant zit het schattige hondje en nog een knijntje. Ezeltje weer, lammetje. Ook de koe met de poes staat hier. Allemaal leuke kleine elementjes om op je kaartjes te verwerken. Ik ga wat zonnebloemetjes op mijn kaartje erbij verwerken. Om het dan toch terug te laten komen in het papier. Dus dit is het decemberpapier wat ik ga gebruiken. Hallo Karis. Good morning. Zo, nou, ik zie dat er nog een heleboel binnenvallen. Goedemorgen, Hanny, Juliette zie ik langskomen. Gezellig.
Nou, we gaan nu dan eindelijk aan de slag met het kaartje. Nou, jullie kennen mij ondertussen. Hè? Ik bereid alles voor. Wat losse elementen en de poesjes heb ik voorbereid. Maar ik begin even met de basis van mijn kaartje. En nou dacht ik dat ik die maten had opgeschreven. Oh ja, heb ik wel opgeschreven. Ik heb een stuk dessinpapier van 18 breed bij 28 hoog. Die rill ik dan op 14 centimeter en op 19. En als ik hem dus op die manier rill, vouw ik hem dus dubbel. Jullie weten, ik hou van dubbele kaarten die we neer kunnen zetten. Dit is die van 14, dus dat is eigenlijk zeg maar ongeveer 5 centimeter. Dat is 5 centimeter. En dan zet ik hem dus op deze manier, kan ik hem straks neerzetten. Dus ik ga dit stukje vastplakken. Met tape en met lijm. Hè. Ik doe altijd 2 stukjes tape en daar doe ik dan altijd lijm over. En met zo'n klein acrylblokje scheur ik altijd mijn tape af. Dan heb ik altijd mooie recht afgescheurde tape stukjes. Zo. Even mijn tubetje lijm. Daarvoor gebruik ik altijd de Dutch Doobadoo lijm. Ik heb zelf altijd 2 of 3 pennen gevuld staan. En die vul ik dan weer met de flesjes van Dutch Doobadoo. Pennen kosten €3,99 en de flesjes zijn ook €3,99 los. Maar als je ze bestelt, je kan ze ook in een volumevoordeel bestellen. En dan heb je er 3 voor een tientje. En 1 flesje, daar kan je dus 3 pennen mee vullen. Ik vind zelf altijd fijn om wat voorraad te hebben. En als ik dan maar 1 pen heb en hij is leeg, dan moet ik die elke keer meteen bijvullen. Dus daarom heb ik er eigenlijk meestal 3. En dan hoef ik niet elke keer tussendoor bij te vullen. Dan kan ik gewoon lekker doorgaan. Nou, ik ga hier het streepje op gebruiken. Goedemorgen Grada, Marjolein. Ik ook, Natasja. Ik ben echt een kattenmens. We hadden vroeger thuis altijd katten. En toen ik, 30 jaar geleden op mezelf ging, toen heb ik ook meteen katten genomen. Alleen ik ben zelf erg van de raskatten. Ik heb eigenlijk altijd persen gehad. Ik hou van harige, pluizige katten, zeg maar. En nu heb ik een huistuin- en keukenkat, dus zeg maar Europees korthaar. En een ragdoll. Is niet vergelijkbaar met een pers. Ik heb in totaal 3 persen gehad. Dus is niet vergelijkbaar. En ik heb eigenlijk ook altijd poesen. En mijn Europees korthaar is een kater. En ik zal jullie eerlijk bekennen, ik zal nooit meer een kater willen. Ik ben toch echt wel van het vrouwelijke geslacht, zeg maar. Deze is natuurlijk weer een halve centimeter kleiner. Dus deze is dan 13,5 bij 17,5. En dan heb ik hier een stukje van 17,5 bij 6 centimeter. En dat is eigenlijk gewoon om een klein beetje, een beetje breek, zeg maar, in je, op je dessinpapier te doen. Weet je? Dat je iets meer contrast krijgt. En dat het iets speelser wordt als alleen dat gele streepje. En zo'n patroontje, weet je, die notebookjes met die randjes en die elementjes. Die zijn natuurlijk ook allemaal hartstikke leuk. Maar dat valt natuurlijk heel erg weg. Als ik daar natuurlijk die poeskers en die tekst miauw overheen ga doen. Dus vandaar dat ik dacht van nou, dan kies ik voor 2 rustige printjes. Zo. Nou, en die plak ik gewoon even gewoon zo op gevoel. Plak ik die eroverheen. Zo. Ja, ik ben ook gek op honden hoor. Begrijp me niet verkeerd. Want ik heb
geen hekel aan honden. Want mijn tante en mijn zus hebben allebei altijd honden gehad. En, maar in principe, ja, door mijn werk ben ik eigenlijk... En we hadden thuiskatten. En door mijn werk kon ik gewoon geen hond nemen. Omdat ik echt 40, 50... Nou, ik had een baan van 40, een contract van 40. Maar ik werkte eigenlijk ook altijd wel 50, soms wel tegen de 60 uur in de week. Dus ja, dan kan je gewoon geen hond hebben. Goedemorgen, Ineke. Ja, Hanny, dat hoor ik wel van meerdere mensen. Dat sommige katers ook heel lief zijn. Mijn zus had ook een kater, die was ook heel lief. Maar die van mij, ja, hij is niet... Ik zeg niet dat hij niet lief is, maar hij is verschrikkelijk dominant. En dat vind ik gewoon toch echt wel een dingetje. Dat hij heel erg dominant is tegenover de andere kat, zeg maar. En dat was al ja, met de andere kat, met Coco zo en daarvoor ook met Pucky zo. En nou, met Lola doet hij dat weer, terwijl Lola gewoon anderhalf keer zo groot is. Dus, kijk, zo. Nou, ik heb dus die leuke miauwmal, hè, die heb ik uitgeknipt, uit zwart kaartstok. En dan heb ik de lettertjes elke keer uit een ander kleurtje decempapier genomen. Maar ook wel dat het een beetje verspringt, hè, dus een zigzagje wat geel. En deze is ook weer rood en dan die bruine. Alleen deze moet ik zo nog even uitknippen, want ik denk als ik die nu uitknip, dan weet ik straks niet meer waar ze moeten. Dus ik dacht, ik ga eerst eventjes... dit plakken en dan verder zo meteen met knippen. Ja, dat is net de ervaring, hè, die je altijd hier gehad hebt met je katten. Dat klopt. Nou zit er wel een verschil in. Als je een raskat hebt, die hebben vaak wel bepaalde karaktereigenschappen. En persen staan gewoon heel erg bekend om een rustige karakter. Dus dat scheelt denk ik ook wel. Dat je, als je dat combineert met een Europees kort haar. Ik denk dat dat ook wel een dingetje is. Zo, nou dan ga ik deze leuke letters even opplakken. Ik teken natuurlijk altijd aan de achterkant. Dus als je dat ook doet, zorg dan wel dat je je mal in spiegelbeeld neerlegt. Want anders dan klopt die niet meer. Zo. En dat is deze, die hoort hier. Het meeste werk is straks de poeskas in elkaar zetten en even op kleur brengen. Zo. Nou, en nu ga ik deze nog heel even uitknippen. Even kijken hoor. Monique. Monique, dat is een mal van Dutch Doobadoo. Dat is deze. Ik kan nog wel even goud nummer erbij toveren. 470-713-761. Als ik het goed zie. Dat is deze. Dat is een card art van Dutch Doobadoo. Ja, klopt. Die moet je zelf knippen, Monique. Je tekent deze mal om op papier en dan daarna teken je de letters en dan ook het poezenpootje één voor één over. Het is geen standsmal, het is echt een tekenmal.
Dus deze ga ik nu nog eventjes uitknippen en dan ga ik ze meteen opplakken. Want dan weet ik waar ik ze wil, waar ze moeten komen. Want er zit wel een beetje een grote verschil in de ovaaltjes. Het schaartje waar ik mee knip, dat is het precisieschaartje van X-Cut, de 4,5 inch. Heel fijn schaartje om mee te knippen. Met een teflon laagje. Dus je tape. Als je tape ermee doorknipt. Dat blijft ook niet plakken. Zo. Nog één teentje. Zo, kijk. Nou, wat een leuk toch? Zo. Die gaat er straks schuin op. Hella, ik vind zelf de Dutch Doobadoo lijm het fijnste. Het is een lijm die niet vlekt. En eigenlijk als je me zeg maar je... je lettertje zeg maar uitgeknipt hebt en je lijmt hem erop en je drukt hem nog niet aan, dan kan je hem nog heel even verschuiven. Op het moment dat je hem aandrukt, kan je niet meer verschuiven. Maar als je hem er alleen op let en je ziet dat hij een beetje scheef ligt, dan kan je hem nog een beetje verschuiven. Dus hij heeft gewoon nog een kleine werking van een aantal seconden dat hij niet meteen vast zit. En dat vind ik zelf heel fijn aan de Dutch Doobadoo lijm. Goedemorgen Janneke. Monique, je kan alle producten kan je ook in de Tikkie Live bestellen om 11:30. Ik weet niet of je bekend bent met de Tikkie Live. Dan gaat Jolanda live de winkel door en laat ze alles zien. En dan kan je dat in je mandje stoppen. En je mandje blijft altijd staan van donderdag tot en met woensdag. Dit mandje ook tot en met woensdag. En we hebben tot en met woensdag ook nog een actie dat je dus 10% korting krijgt op je Tikkie mandje. Dat is dus niet in de webshop, maar alleen in je Tikkie mandje. Het is wel zo dat je dat je ongeveer voor €25 moet bestellen. Anders zitten er administratiekosten van €3 aan. En vanaf €75 is het ook portovrij. Via, je kan hier niet bestellen. Je kan pas om 11:30 in de Tikkie Live van Jolanda bestellen. Ik ga alleen live een kaartje maken. Nou, dan gaan we nu met de poesjes aan de slag. Nou, ik had één poesje al gemaakt. Dit poesje, dat gaat zo meteen hier komen. Even kijken, daar had ik ook twee voetjes bij gemaakt. En een staart, want ik vond het wel leuk om... om de staart, zeg maar, een beetje erachter langs te laten komen. Kijk, wat hier nog een voetje. Ja. Dus deze komt zo meteen hier op de letters. En die plak ik dan met foamtape strakjes vast. Dus nu gaan we dit poesje in elkaar zetten. De andere.
leg dit even opzij. Ik ga eventjes met inkt werken. Dus ik pak even mijn glasplaat erbij. Dat is een vierkante glasplaat. Van om en erbij. Ja, wat zal die zijn? 31 bij 31 centimeter. En daar kan ik heerlijk op kliederen. Ik ben natuurlijk niet een echte kliederaar. Zoals Daisy en Corrie en dergelijke. Maar ik vind het altijd wel leuk om te kliederen. Dan moet ik even kijken welke ik nou vanmiddag of gisteren of het kleine poesje heb gebruikt. Volgens mij had ik daar de Twilight Grey op gebruikt. Ja. Dus dan ga ik nu de Smoked Plum gebruiken. Even kijken. Even een kussentje hebben. Kijken waar mijn kussentje is. Anders pak ik gewoon even een nieuw kussentje. Ik heb gewoon een kussentje. Allemaal bakjes in mijn kussentje. Of kussentjes in mijn bakje. Als je ze erachter plakt, dan blijven die, zijn deze kussentjes er rond. Want ik heb, eigenlijk had ik dit altijd. Kijk. En dan blijven ze niet meer goed staan. Dus vandaar dat ik ze nu allemaal lekker in een bakje heb gedaan. Lekker bij elkaar. Nou. Die kunnen we, ik gebruik deze, denk ik. Want dit is mijn bruine. Dit is hem. Dit is hem. Zo. Kijk. We hebben trouwens ook van Studio Light kleine blending toeltjes. We hadden die grote al. Hè? 3 blending toeltjes. En er zaten dan 6 foam kussentjes bij. Maar we hebben sinds deze maand ook die mini blending tools. Die zijn echt super handig voor kleine onderdeeltjes. En ook daar zitten er 3 in. Dan 3 verschillende. Ik zal eens even kijken welke kleurtjes hierin zitten. Daar zitten deze kleurtjes in. En daar zitten ook weer 6 kleine 6 foompjes bij. En dan hebben we voor allebei natuurlijk ook de reserve foam kussentjes. En dan zitten er, als ik het goed had, 9 in een verpakking. Ligt er een onderdeel onder mijn glasplaat? Nou, volgens mij niet hoor. Volgens mij gaat het allemaal goed. Oké, nee, nou, ik weet al, ik had die kleine gepakt voor de te blenden. Dus dat kan ook. Zo. Nou, ik heb dus een hoofd. Ik heb een lijf. Als je het omtekent, ik heb pootjes. En nog een staartje. En natuurlijk oortjes. Als je hem nou tekent. Ik ga hem heel even erbij pakken. Kijk, en je wil de kat die kant op laten liggen. Ik teken aan de achterkant. Dus ik doe hem in spiegelbeeld. Dus ik heb hem zo omgetekend. Omdat ik hem dus naar links wil laten kijken. Doe je dat niet, teken je gewoon aan de goede kant. Dan maakt het niet uit. Maar als je wel zoals ik het doe, dan heeft het wel, is het wel handig als je daarop let. Nou, er zitten er verschillende pootjes bij. Er zitten 2 staarten bij. Deze staart, lange staart, een opgekrulde staart. Dit is een staande achterpoot en dit zijn de staande voorpoten. Dit is ook een achterpoot en dat is als hij zeg maar een beetje gehurkt zou zitten. En dit is een achterpoot voor als hij ligt. En er zitten er natuurlijk ook nog verschillende. Dit zijn de voorpootjes, hè, zoals je net zag bij die andere. En dit zijn de achterpootjes voor als een kat een beetje, als hij op zijn rug omhoog ligt met zijn buik. Dan hebben we een zittend lijfje. Een staand lijfje en een liggend lijfje. De oortjes, dit zijn de oortjes, dat zijn de binnenoortjes. En dan zijn dit de onderdelen voor de oogjes. Ik ga jullie straks laten zien hoe ik het gezichtje op de poes maak. Ik doe dat niet uit de hand, want dat is gewoon, daar zit alles schots en scheef. Maar ik ga jullie wel even laten zien hoe ik dat dan doe. Ja, ik had al gekeken, Antoinette, maar ik zie geen onderdeel op mijn dinges liggen. Ik weet niet wat jullie dan zien. Maar ik zie niks. Zie jij iets, Antoinette? Nee, hè? Goed, nou.
Om te blenden is het het handigst als je een even met een tissueje je papier vasthoudt, zodat je geen vingervlekken krijgt. Nou, ik had voor die poezekop met die voorpootjes de Harmony Inked Twilight Grey gebruikt. Het is een beetje een beige rozige. En nu gebruik ik de Smoke Plum. En nou ga ik toch weer twijfelen, doe ik dit goed? Ik ga even een klein restje pakken. Dat is die. De Smoked Plum. Ze lijken een beetje op elkaar. Nou, dan ga ik de antraciet pakken, want dat vind ik dan weer niet zo leuk. Want dat kan natuurlijk ook, hè, want we hebben ook antraciet. Ik heb geen idee meer. Ja, we pakken antraciet. Zo, staartje weer terug. Nou, dan ga ik per onderdeel ga ik... Ja, Ellie, dat dacht ik ook. Ik denk dat jullie dat dan van die, ja, die, hoe heet dat? Die knoesjes zien. Angelique, wat bedoel je met welk randje? Want er is maar één bij de poesemal, is maar één randje. Ja, zie je, je hebt maar één lijntje bij de poesemal. En als je het over deze mal hebt, dan heb ik de buitenomtrek in het zwart gedaan. En de binnenkant, dus die binnenlijn, heb ik gebruikt voor mijn dessinpapier. Als je het over de tekst hebt. Dus er is maar één lijn om te tekenen. Dus dat kan niet misgaan. Het enige is dat je gewoon even kijkt welke... In wat voor houding je de kat wil zetten met welke onderdelen je nodig hebt. Ja? Goed. Nou, ik hou een stukje papier. Hou ik hem vast. En ik ga hem altijd vanaf de glasplaat. Blend ik hem dan op mijn kaartstok. En ik vind het wel leuk als hij lekker een beetje... ver door naar het grijze loopt. Hè, dat een snuitje lekker grijs is. Dat is een gezichtje. Dus zet nooit je borsteltje of je blending tool aan op je papier. Maar altijd op je glasplaat of je andere, wat je voor werkmat ook gebruikt. Want anders krijg je meteen een afdruk van je blending tool op, je, ja, op het lijfje of op wat je ook aan het gebruiken bent. Dat is nummer 2. Dan heb ik de achterpoot. Je kan ook de poes, zeg maar, als je echt vlekken wil hebben, dan kan je ook natuurlijk zeggen van nou, ik teken het lijfje nog in een andere kleur over. En die klip ik dan in delen en op die manier creëer ik vlekken op de kat. Dat zal ik nog wel een keer in een andere lijf doen, want ik denk dat deze gerust nog wel een keertje gebruikt wordt. Sowieso hebben wij 3 september de gewoon voor jou met de... Met de Kitty Cat. Er zijn trouwens nog kits voor te bestellen. Als je die op tijd bestelt, dan heb je hem nog voor 3 september in huis. En dan kan je eventueel ook gelijk meedoen. Er zijn volgens mij 4 lives ingepland voor die dag. Ik start om 10 uur. Dus daar zit dan deze mal in van de kat. Daar zit het... De krappaal in het kattenhuis.
En het kussen zit daarin. En er was vandaag nog iets leuks aan toegevoegd van Marianne Design. Zo, nou heb ik alle onderdelen heb ik voorzien van inkt. En dit is dan de antraciet van Harmony. Ik moet zeggen dat ik erg blij ben dat Jolande de Harmony inkt weer in het assortiment heb genomen. Ik ben niet zo'n ster met inkten, maar de Harmony inkten blenden echt heel prettig. En zeker voor mensen die niet zoveel ervaring hebben, vind ik. Oh, leuk, Angelique. Nou, als het goed is, kan je de gewoon voor jouw kit nog niet in huis hebben, Angelique. Maar ik denk dat je hem besteld hebt. Ja. Nou, oké. Het lijfje, de poot. Nou, de oortjes, daar heb ik, de binnenoortjes heb ik uit twee, uit een lichtroze kaartstok geknipt. Dus die ga ik er even opplakken. Kijk, Christa die maakt echt de mooiste gezichtsuitdrukkingen met die build-up dieren. Dat vind ik echt fantastisch. Die van mij zijn altijd iets simpeler. Nou ja, iets. Heel veel simpeler. Oh. Gaat nou mijn oortje schuiven? Nee, toch? Zo. Mijn oren. Poten en staart. Kijk. Even twee nageltjes zetten. Zo. En dan pak ik de... Dit zijn de Molotov blackliners. En ik gebruik meestal set 1. Want daar zit ook een hele fijne in van de 001. Of de 0,05 mm. Die heb ik nu gebruikt om die nageltjes erin te zetten. Nou, nu gaan we naar het snuitje toe. Wat heb ik gedaan? Wat doe ik? Ik leg nu mijn mal weer terug op mijn uitgeknipte koppie. Op zijn uitgeknipte snuitje. En dan kijk ik even dat die gewoon goed weer op afstand ligt. Dus dat ik niet... zijn ene oog rechts in de bovenhoek heb en de andere links in de onderhoek. Zo, nou vind ik zijn neusje vind ik zo goed. Dus ik hou hem goed vast. En ik teken hem met een blackliner, teken ik mijn neusje en mijn mondje over. En ik kleur hem eigenlijk gewoon meteen in. Je kan hem natuurlijk ook uitknippen, dat neusje, maar dat is wat je zelf wil. En nou heb ik dus een neusje en een mondje op de juiste plek zitten. Volgens mij zijn die watervast, Christa. Ik zal eens even kijken. Permanent zijn ze. Ja. Permanent, maar wel op waterbasis. Ja, hè, Annemiek is echt een kunstenaar, hè? Vind ik ook, Ans. Is echt ongelooflijk. Ja, voor de mensen die niet zo handig zijn als Christa, dan, en dat doe ik hetzelfde, doe ik dus met die wimpertjes van die ogen. Maar ik vind zelf, als ik hem echt precies gelijk doe... Dan vind ik die oogjes iets te dicht bij het neusje staan. Dus ik leg hem iets meer erboven. Zeg maar een klein stukje erboven. Even kijken, ik ga hem even iets meer naar me toe leggen, want dan kan ik het iets beter zien. En ik zorg wel dat hij natuurlijk gelijk ligt. Zo, zeg maar dat hij een centimeter of een
1-2 mm erboven ligt, op deze manier. En dan doe ik eigenlijk met de wimpertjes hetzelfde. Ik teken die wimpertjes zo over. Op deze manier. Dan heb ik 3 wimpertjes. En hier heb ik natuurlijk, had ik dat ook al gedaan, maar ik doe nog even zo. 2 streepjes erboven. Dat is dan een beetje dat, ja, dat opgetrokken kringeltje in zijn neus, hè, zeg maar. Dat die, dan zie je dat hij een beetje natuurlijk het snuitje wat langer loopt. Als natuurlijk dat hij niet zo'n plat gezicht hebt. Nou, zo teken ik dus eigenlijk altijd het gezichtje. Marella, ik heb nu gewoon de producten, gebruik ik los. En in de gewoon voor jou kit zit deze mal. Dat is dus die van de poes. En even kijken of ik dat heel gauw kan pakken. Wacht even hoor. Ja. Lag achter me. In de gewoon voor jou kit zit dus die mal van het kitten. Deze, de beelden. Daar zit deze in, de kussen. En daar zit de krabpaal in. Dat zijn de 3 mallen die in de gewoon voor jou kit zitten. En vandaag heeft Jolande er nog iets aan toegevoegd. Ja, klopt, Regina. Van die wiebeloogjes is ook heel leuk. Maar Jolande heeft die niet in de webshop. Die heeft ze ook niet in de winkel volgens mij. Dus dan gaan we dat niet doen. Ik vind het altijd wel fijn om de producten te gebruiken die Jolande ook gewoon in de winkel heeft. Nou heb ik dus groene oogjes genomen. Want dat vond ik zelf leuker. En die heb ik uitgestanst. Met deze pons van Fase, dat is die van 16 mm. Dat is eigenlijk ongeveer dezelfde maat als de oog die erin staat. Dus die kan je perfect gebruiken voor de oogjes als je niet zo goed rond kan knippen. En omdat ik die wimpertjes getekend heb, kan ik ze dus ook precies gelijk neerleggen. En ik wil mijn wimpertjes iets langer, dus ik doe even de streepjes een beetje verlengen. Zo. Nou, de zwarte rondjes, daar is nog geen, in die maat is geen ponsje nog. Ik heb al gevraagd of Joyce er voor mij naar op zoek wil, want dat zou echt een uitkomst zijn. Dus die, en ik ga lekker een beetje van die lekkere grote verbaasde ogen maken. Dus die heb ik wel gewoon uitgeknipt uit de mal. En dan heb je natuurlijk ook nog dat kleine stipje in zijn ogen. Want dat hebben we ook, hè, bij de Kitty Cat. En dan heb ik wit cardstock. En dan heb ik eventjes dat krafttape van Studio Light aan de achterkant een stukje geplakt. Dan kan ik dat gewoon lekker met dat krafttape vastplakken. Ponsje is een beetje, ik heb hem al zo lang en ik gebruik hem zoveel. Dus ik denk gewoon dat op een gegeven moment zo'n ponsje toch aan de vervanging toe is. Dat is 3 mm. Nou, en dan met je piktool. Het is wel even gepriegel. Het achterkantje eraf. En dan zet je deze gewoon in de linkerhoek of in de rechterhoek. Dat is net wat je zelf het leukste vindt.
Ik zet hem niet helemaal tegen de rand aan. Zo, dan pak ik mijn dunne zwarte stift weer. En dan zet ik nog even zo'n heel klein stipje op dat witte. Kijk, en nou heeft hij dus echt een beetje een uitdrukking in zijn oogjes. Nou, oortjes erbij. En het wordt al een echte poezenkop. Die plak je erachter. Kijk even welke afstand je het leukste vindt, hè, van zijn bovenkant van zijn hoofd. Zorg wel dat ze niet te laag zitten, want anders dan, is het een beetje een mislukte kat. Kijk, nou, wat een leuk hoofdje heb ik zo, toch? Het grootste ponsje is 16 mm, Natasja. De grote is 16 mm en de kleine is 3 mm. En nou ben ik dus nog op zoek naar een pontje van 10, 11 mm. Want dat is ongeveer die maat die in het midden zit. En dan kan ik echt gewoon mooie ronde oogjes maken. Nou, nou heb ik alles gekleurd en geplakt en gedaan. Oh nee, ik ben iets vergeten. Oh nee, nee, dat hoeft niet. Hoeft niet vandaag. Dus deze zet ik weer terug, want die heb ik niet meer nodig. Pak ik mijn kaartje erbij. En dan ga ik eerst de tekst vastplakken. En dat doe ik met de 1 mm foam tape. Gewoon even op een aantal strategische plekken. En daarna ga ik dan mijn katjes erop leggen of opzetten. Zoals ik dat graag zou willen. Nou, die miauwtekst die komt een beetje zo, een beetje schuin eroverheen. Het hoofd van de kat, dat zet ik ook vast met 1 mm tape. Goedemorgen nog iedereen. Ja, die heb ik ook, Ans, maar die is net even te klein. Dan zet ik deze hier neer. En dan heb ik natuurlijk twee die pootjes die er een beetje overheen hangen. Daar moeten ook nog even nageltjes op, zie ik. En die zet je dan even met een kleine afstandje ertussen, zo op de letters. Ook 005 en dan zet je gewoon even twee streepjes neer. Zo. En dan heb ik natuurlijk nog de staart. Die laat ik er gewoon zo achter vandaan komen. Nou, dan ga ik met de grijze kat verder. Zo. En dan is dit de achterpoot. Die leg ik zo neer. En die komt dan hier te liggen. Dan had ik natuurlijk ook een staart. En ik dacht, misschien is dat wel leuk om die staart een beetje zo omhoog te laten gaan. Dat hij een beetje met zijn staartje, zeg maar, aan het sweepen is. Komt op zijn hoofd ook nog een stukje foam tape.
Even kijken. Ik ga eerst even zijn voetjes neerzetten, denk ik. Die laat ik recht vooruit lopen. Oh, wacht even hoor. Deze moet, dit was het stukje. Eentje doe ik er met lijm en de andere doe ik met foamtape. Omdat die wat hoger ligt. Zo. Kijk, en dan kan ik nu eigenlijk even beter het hoofd positioneren. Zo. Nou moet je ook natuurlijk nog snorhaartjes hebben. Ja, ik dacht, hoe ga ik nou snorharen maken? Ik heb gewoon een stukje kaartstok van, het is het 1 mm, heb ik gewoon uitgesneden of afgesneden. En daar heb ik gewoon snorhaartjes van gemaakt. Dat kan ook natuurlijk. Je kan het net zo moeilijk maken als je zelf wil. Doe ik er één zo. En dan knip ik ze zo meteen even af, dat ze mooi gelijk zitten. Tweede doe ik hier. Dan krijgt hij eigenlijk maar 2 snorharen in plaats van 3. Je kan ze natuurlijk ook tekenen, dat is wat je zelf leuk vindt. Maar ik dacht, dit is misschien ook wel leuk om te laten zien. Dan wil ik ze natuurlijk iets korter, want dit zijn wel hele lange snorharen. En dan knip ik ze gewoon even een beetje schuin weg. Oh. Kijk, dan heb ik toch ook hartstikke leuke snorharen. En duidelijk zichtbaar. Nou, dat kan Marie-José, hè? Je kan lekker terugkijken. De bovenste Annie, die heb ik met de... Was dat nou de smoked plum? Volgens mij was het de smoked plum. Dat wel een grote borstel. Ja, smoked plum. Dat is de smoked plum, de bovenste. Van Harmony. Nou, ik had natuurlijk ook nog wat andere leuke dingetjes uitgestanst. Onder andere de gefeliciteerd van Craft Lab. Dan heb ik ook weer dat tape, craft tape van Studio Light achter gedaan. Ik ga even kijken of ik hem los krijg. Ja. Laat hem... Niet helemaal goed doorgesneden volgens mij. Zo. Even die dingetjes eruit, hè. Zo. Nou. Oh. Hier wil hij er niet uit.
Nou, dan ga ik hem even erop plakken. Zit niet helemaal lekker. Hij moet natuurlijk wel een beetje goed in het midden verdeeld zitten. Hè? Zo, dat is beter. Nou, dan zitten er natuurlijk nog twee hele kleine puntjes in. Dat zijn de puntjes op de i, zeg maar. Letterlijk en figuurlijk. Dus vergeet die niet. Daarom had ik hem er dus ook in laten zitten. Want ik denk als ik die eruit haal, dan ben ik ze kwijt. Het zijn er twee, want er zitten twee i'tjes in. Ja, die plak ik zo meteen leuk hier. En dan had ik nog allemaal leuke elementjes, zoals die bolletjes wol. Ik had ook nog wat leuke bloemetjes uitgeknipt uit het knipvel. En ik heb een muisje. Dus ik ga even mijn muisje in elkaar zetten. En die heeft ook één oog. Dat komt ook uit die papierset van Marianne Design. Of uit die collectibles van Marianne Design. Tweede oortje. Die komt er eigenlijk een beetje achter. En zo. En dan hadden we nog zijn neus. Die komt er aan de voorkant op. Een lange spitse neus heeft hij. Even kijken. Ietsje. Zo. En zijn staart. Zo. Nou, en het muisje, dat zet ik dan dus tussen de pootjes van de poes. Dat vond ik zelf wel leuk. Kijk, het staartje gaat tussen de pootjes, dus het is net alsof je hem bijna te pakken hebt. Wat leuke elementjes uit die... papierset. Bijvoorbeeld even leuk die laarsjes neerzetten. En dan heb ik hier een bloem. Die steek ik hier tussen. Ik had ook een witte bol. Witte bolwol. En een gele bolwol. Laarsjes gaan
ietsje meer naar voren. De hele bol wol erachter. Zo. Even kijken hoor, waar heb ik nou die bloem gelaten? Ik had gewoon grote bloemen ook net in mijn handen. Dat een kleine bloem. Was het deze zeker? Nee, dat was niet deze. Even kijken. Ik ga in ieder geval eerst even mijn tekst erop plakken. Gewoon ook weer met twee stukjes foamtape. Gewoon zo erboven. Kijken of mijn bloemetje op de grond gevallen is. Oh hier. Gevonden. Die komt hier. Zo. Kijk, steek ik die hier zo ertussen. Dan heb ik natuurlijk nog twee kleinere. Ja, ook van die zonnebloemachtige dingen. Maar ik heb ook even een leuk blad uitgestanst. Of uitgeknipt. Dit komt allemaal uit die leuke elementen van de zonnige zomer. Laat ik naar beneden vallen. En deze er dan ook overheen. Een beetje zo. Kijk, dan komt dat toch allemaal weer een klein beetje terug op je kaartje. En dan had ik natuurlijk nog die witte bol wol. Waar zullen we dat neerzetten? Ah, dat kunnen we ook wel gewoon even leuk zo hier. Nou, we doen hem ervoor. Kan ook zo. Nou, eigenlijk is dit mijn kaartje al. Ik ben eigenlijk eerder klaar dan ik dacht. Even kijken hoor. Marella, op de, ja, in principe op de site bij Gewoon Voor Jou. Maar ik kan wel heel even de link voor je pakken. Dat is echt geen probleem. Ik zet hem er even voor je in. Hier kan je de Gewoon Voor Jou kitticket bestellen. Nou, en doordat ik mijn kaartje dubbel heb gemaakt, kijk, kan ik hem dus weer leuk neerzetten. Dus ook de ontvanger kan hem neerzetten. En dat is natuurlijk leuker als iemand de kaart krijgt. Dat ze hem neer kunnen zetten en op die manier toch naar het kaartje kunnen kijken. Nou, dit wilde ik jullie vandaag even laten zien. En dan niet vergeten, hè, vanavond zijn Jolanda en Daisy er weer met de knutsel mee met ons twee. En hebben ze weer allemaal leuks voor jullie in petto. Sowieso is het natuurlijk super gezellig. En zometeen om 11:30 heeft Jolanda een Tiki Live. En daarin laat ze ook weer de spulletjes zien die ik gebruikt heb vandaag. Dankjewel Beta. Dankjewel Willy. Dan wens ik jullie een hele fijne maandag. En tot een volgende keer.